Welkom bij deze nieuwe video. Vandaag ga ik een potje spelen op mijn eigen account ter waarde van 10.000 euro. Juist. En ga ik op mijn tweede account spelen ter waarde van 100 euro. Maar ik ben dus wel benieuwd dat als jij veel geld gaat uitgeven aan Fortnite, dat je dan daadwerkelijk slechtere enemies tegen je krijgt. En dat is precies wat wij nu gaan uittesten. Oké, voor mijn eerste potje gaan wij naar Tilted Towers toe en speel ik dus op mijn normale account. En op dit account heb ik natuurlijk de roze Gold Trooper unlocked. En daar ga ik ook een potje mee spelen. Nou weet ik dus niet of Fortnite zegt van nou weet je Rick, jij hebt al zoveel geld uitgegeven in deze game, je krijgt betere loot. Dat wordt oprecht wel eens gezegd. Is natuurlijk niet waar, tenminste zover ik weet niet. Maar het kan, dat kan misschien vandaag wel. Nee Rick, dat gaat niet gebeuren. Als dat zo was, hè, dan had ik gewoon echt, dan had ik echt een miljoen. Nee. Dan gaan mensen weer denken, oh Rick. Maar fijn, laten we een potje spelen met mijn normale account, alsof we een normaal potje spelen. Het enige verschil is dat wij nu wel een hele rare item hebben. Rare locker item. Wait, Rick, dit is zo dom. Dit is zo dom. Juist, thanks. Ik heb namelijk dus de roze Gold Trooper aangezet. De money bag, of de swag bag heet je volgens mij. Vraag me niet waarom dat ding zo heet. Dus dat ding heb ik nog aanstaan. En ik heb dus nog deze speciale pickaxe aan. Ik weet niet hoe die heet. Oh, dammit, er komt iemand. Sorry bro, dat gaat hem ook niet worden. Ja, maar ook niet worden, hè. Nee, je had ook alleen een sniper. Damn, ouwe. Respect. Wait. Trouwens. Wait. Hallo. Komt-ie? Nog één keer? Dan wordt het een free kill, denk ik. Dit moet een free kill zijn, toch? Oh my! Kom hier! Oh! Oh, die was wel sick, hoor. Hij was wel sick. Die headshot was wel heel nice. Geen guy daar? Jawel. Nice. Kom hier dan. Zou die guy gaan proberen te pieken? Serieus? No way, right? No way. Die guy zit daar. Kom hier! Please, peek! Ik heb niet te veel ammo. Oh, heel lekker dit. Maar ik kan niks doen nu. Oké, nog één keer. Nice, thanks. Oké, maar niet uit. Oh, ik heb hem! Wow. Yo, die was ziek, ouwe. Ik weet niet hoe, maar ik had hem wel bijna. Oké. Hij is weggegaan, hè. Ja, hij is hem gedipt. Oké, top hier. Dan heb ik even de tijd om dit te pakken. Zo, nog een keer. Kom maar, schiet maar. Oké, nice. Oh, dik. Dat dacht ik al, jongen, dat dacht ik al. Kom hier. Je bent van mij. Je bent van mij, bro. Oh, je bent van mij. Het is klaar. Nu zit die andere guy hier ook. Dat is wel poep, man. Dat is echt poep. Ik kan niks doen nu. Maak een domme fout, alsjeblieft. Die guy zit boven. We zitten alle twee beneden nu. Nee! Wat? Wow, yo. Ik dacht dat die andere guy was, man. Het was opeens de andere guy die zeg maar, weer de kantoorparty. Wow, yo. Ik wil hier weg. Oké, reload. Hij is naar beneden toe, oké. Wow, yo gast. Wat gebeurt hier allemaal? Ik wil hier weg.
Ik wil hier echt weg hebben. Ik wil hier echt weggaan nu. Ik hoor ze nog wel, maar ik zie ze niet. Het is geen Sinterklaas, hè, jongens. Daar loopt iemand. Oké, nou, dan laat ik hem hierheen komen en dan ga ik gewoon weg. Dat vind ik een strak plan. Zo. En dan gaan we nu weg. Zo. Zo. Niks aan de hand. Maat. Wat een begin is dit, jongen. Ik wou gewoon een rustig potje spelen. Waarin ik even alles liet zien, maar... Dat rustig kan je vergeten. Non de you, zeg. Oké, go. Medkitje hier. En we kunnen nog minis pakken natuurlijk, dus... Oh, oké. Nou, dat was mijn eerste game, zowat. Zo. Kijk, zie je, nu komen ze in een buildfight. Oh, dat is ideaal dit. Ik heb namelijk helemaal geen meds, dus ik kan ook niet meer pushen of zo. Kijk, er is één iemand geëlimineerd daar. Vermoed ik. Shit, er komt iemand hierheen. Oké, top. Ik wil namelijk niet zo meteen opeens gepusht worden door een Spider-Man. Like, bro, wat? Dacht het even niet. Oh, hier, nog meer minis. Oh, wauw, wacht. Dan kunnen we gewoon extra minis meenemen. Helemaal prima, joh. Oh, er komt weer iemand. Oh, gaat die guy op dippen of niet? Zo, maar ik krijg het opeens koud. Zo, hé. Holy. Oké, we gaan gewoon even naar Spider-Man toe. In de hoop dat ik daar een Spider-Man kan pakken. Dat hoop ik. Dat zou echt heel chill zijn. Anders wordt het echt een hele moeilijke game, dit. Sowieso wordt het dan moeilijk, want ik heb geen meds. Maar dat wordt een kwestie van qua farmen, denk ik. Ik ben dus wel benieuwd of jullie ook een van mijn dingen hebben. Of misschien iets wat echt super rare is. Laat even weten in de comments, want ik ben wel benieuwd. Ik denk dat er meer mensen zijn die gewoon... Bijvoorbeeld de Rambunctious hebben, juist. En ik weet dat het echt de meest rare emote is in de game op dit moment. Maar er zullen vast wel mensen zijn van jullie die hem hebben. So let me know in the comments below, man. Dankjewel. Dan hebben we in ieder geval wel eventjes de 89 HP. Oh, dat redden we. 200 HP, let's go. Oké, is er... Oh, er is hier nog een Spider-Man. Oké, ideaal. Dan hebben we in ieder geval een Spider-Man om zo meteen snel naar de safe zone te gaan. Dat is top. Er zijn nog maar 13 anderen over. Wow, yo, maat. Wat? Hoe dan? Hoe kunnen er nog maar 13 over zijn? Dat gaat echt heel snel. Oké, laten we even naar de safe zone gaan. Ik heb even wat materials gefarmd, want die had ik zeer zeker nodig. Ik heb nu 800... hout en 300 steen. Daar zou ik toch wel even wat mee kunnen doen. Tenminste, dat hoop ik, tenminste. Ja, nee, goed genederlands, Rick. Echt top. Ik ben zeg maar nu ook gewoon gewend om alleen te emoten of zo. Ik weet niet. Dat gevoel heb ik gewoon steeds. Van, oh ja, wacht. Ik moet echt daadwerkelijk zelf spelen nu. En nu zijn er niet andere mensen die voor mij de win halen. Dan moet ik het echt volledig zelf doen. Oeh, dit wordt een interessante third party, denk ik, man. Moet opletten. Kijk, zie je? Interessante third party. Die gaat hem nu ook dippen. Juist hem. Jammer. Is hij weg? Ja. Oké, let's go. Dan pakken wij ook even de launchpad. Prima. Holy hell, maat. Is dat ik blij dat ik daar bouwde. Ga weg, man. Jongen, jongen, jongen. Ga je achter me aan of niet? Ja, dus. Rustig gaan. Oh, ik heb geen ammo vandaag. Okay, laat maar gaan, laat maar gaan. Hij weet niet waar ik ben. Dat was niet zo heel slim, want hij wou me eigenlijk dippen. Maar oké. Lekker. Oh, wait. Splashes. Ik weet niet of hij... Zit hij in een buildfight nu of niet? Hij zit in een buildfight. Wow, yo, dit is kapot, nice. Ja, nice. Nog eentje. Nog eentje. Dan pakken we Spider-Man terug en dan gaan we nu gewoon weg. Go. Dit is nu de tijd. De hoogste tijd. Oh, laat me alleen. Laat me alleen, laat me alleen. Dankjewel. Net zoals mijn ex dat deed. Wat? Oh, Rick, zeg dat nou niet. Ah, fijn. Laten we even wat berries eten. Misschien krijg ik wat extra HP daarvoor terug. Dankjewel. Oké, nog 7 anderen zijn er over. Ik heb nog genoeg, meds. Het enige probleem is eigenlijk mijn shields en mijn HP. Oh, hij heeft nu een goede gun, though. Wait. Kijk, normaal zou je een account van 10.000 euro of zo dit niet zien doen. Maar vandaag wel. Oh mijn god, wat?
Come on, bro. Damn it. Dit is heel poep. Waarom hit ik hem daar geen één keer? Gaat hij weg? Ik weet niet, gaat hij weg? Nee, hoezo bouw ik daar niet? Dat ga ik nooit redden. Hij heeft de MK, gast. Hij heeft een gouden MK. Dat red je nooit. Nooit van je leven dat je dat gaat redden, Rick. Zie je? Dat red je niet. Dat red je niet, Rick. Dat red je niet. Nice. Bouw! Maat. Ga bouwen of zo. Waar is hij heen? Gaat hij hem dippen? Eén hit, lekker. Komt ie? Lekker, jongen! 17 AP, bro. Maakt niet uit, logo. Go. Oh, ik zat safe. Oh, bro, ik dacht dat ik niet safe zou zitten. Maar hij had een goede ding. Ja, nice. Nice, maat! Hoppakee. Heel erg lekker. Er zijn nog maar 4 enemies over, maar dat boeit niet. Ik ga dat niet meenemen voor de rest. Oké, top. We hebben een crowned. Victoraal misschien wel, eventueel. Maar het vorige rechts geen rockets, hè? Oh, je had wel rockets. Je wacht, dan gaan we het zo doen. Dan gaan we het zo spelen. Juist. Oh, daar loopt iemand. Oh, nee, dat is een paal. Daar stond je wel voor paal, zeg ik. Daar zit iemand. Er zitten er 2 zelfs. Oké. Ik heb genoeg materials, maat. Lekker. Oh, dat had ik echt bijna gewoon weer, hè. Als je daar nog 1 keer kon hitten, dan was het klaar geweest. Maar nee. Oké, weet je. Ga maar eerst gewoon even naar de safe zone toe, Rick. Laten we dat even vooral eerst even doen. Voordat we allemaal domme dingen gaan doen. 4 andere enemies over. Dit zou te doen moeten zijn. Ik weet niet waar die andere guys zitten. Kan eentje daarin zitten? Dat kan. Kan toch iemand hierin zitten? Je weet het niet. Je weet het niet. Kan iemand daar in die box zitten? Je weet dat legit niet, hè? Oh, daar zit één zo'n guy nog. Waarom zou er ook zitten? Je kan zo naar beneden gegooid worden. Oh, rechts zit ook nog iemand. Ik zou gewoon hier, ja, weet je. Het is niet de strat die ik wil doen. Maar het werkt wel. Als je trouwens ook nog niet geabonneerd bent op mijn kanaal, zou het heel erg tof zijn als je zouden willen doen. Wij gaan namelijk onderweg naar de 400.000 abonnees. Dus als je nog niet gesubbed bent, klik zeker weten even op het subknopje. Oh, jammer dat mijn aim daar net een beetje off was. Kom maar niet uit, no stress. Ik moet gewoon zorgen dat ik nu niet gehit word, that's it. Zoals je ziet, kijk, ik zit weer bijna helemaal safe, hè. Oh, hé, er zit daar iemand. Maar waarom is mijn aim zo poep hier? Dat is echt jammer. Als mijn aim goed was, dan was het klaar. Oh, dat was een leuke, dat was een leuke, dat was een leuke. Ik hoop dat die... Zit hier iemand? Nee, toch? Nee, toch? Ik wou net zeggen. Dat kan toch niet? Anders word ik wel een beetje bang hier. Als dat zo is. Oh, hij is dood. Is hij dood? Hij is niet dood? Oh, jawel. Oké, nice. Dan gaan wij wel even... Jammer. Kom niet in mijn rug, hè? Ik weet niet, dat vertrouw ik niet. Waar was die guy? Die guy zit daar nog. Nee, killstealer! Het is geen 1v1 nog, hè? Nee. Lekker! Oh! Maat! Die was sick. Oké, laatste guy. Ik heb zo'n vermoeden, maar... Niet. Dan zit hij aan die kant, denk ik. Daar denk ik dan. Ook niet, huh. Maat, ik zit hier gewoon vet rustig in een base, zeg maar. En die guy die zit daar, huh. What? Waar ben je, maat? Ik weet echt niet waar die is, ouwe. Hij is hier! Holy!
Wat de heck doe jij hier? Laat me gaan. Oké, reload. Of shield. Nice. Oh, stress. Kom op, Rick. Waarom zat hij hier ook gewoon, jongen? No stress. Kijk. Daar. Helemaal beneden toe? Niet helemaal, hè? Wacht. Nice. Nice. Jammer. Kom op. Oh! Wow! Wow, 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 wow! Yes! Holy damn, ouwe. Ik wist niet waar hij was. Opeens was hij boven mij. What the heck? Holy damn. Oké, okay. We hebben mijn eerste game gewonnen. Ik hoop dat we mijn tweede game ook kunnen winnen. Damn. Oké, okay, let's go naar mijn andere account. Zo, hé. Jesus, of course. Ja, mijn hele map is grijs, natuurlijk. Of course, what else? Laten wij een potje gaan spelen. Ik ben dus heel erg benieuwd. Want dit is ook mijn eerste potje in dit seizoen. Of eigenlijk chapter. Met dit account. Dus ik ben benieuwd of ik tegen goede mensen ga komen, ja of nee. Want ik heb dit account vooral gebruikt voor bijvoorbeeld een tweede account tijdens seizoen 2 en 3 van chapter 2. Dat is echt ziek lang geleden. Tenminste op zich. Ja, op zich wel lang geleden. Maar ik wil dus kijken of het lukt om hier ook een potje mee te winnen. Het zou natuurlijk wel erg chill zijn. Maar je weet het niet. Je weet het niet, je weet het niet. Don't flip out. Nou, dat weet ik niet zeker hoor. Wat een... Ongemakkelijk. Dankjewel. Deze video is trouwens ook op twee... Kill the towers. Mwahaha. Oh ja. Dat kan niet. Rest in peace is voor mij. Oké, okay, afijn. Dat gaat een struggle worden, Rick. Als ik niks mag kopen en niks kan kopen... Waarom is dat niet... Ik moet steeds mijn inventory inhouden. Nou, oké, geen idee. Mijn settings en zo heb ik ook proberen over te nemen. Het is een beetje lastig om dat in één keer te doen, zeg maar. Dus ja, nou. We zien het allemaal vanzelf wel of het een beetje soepeltjes loopt. Ja of nee. Ik zie daar allemaal... Daar liggen allemaal enemies. Oké, wacht. 3, 2, 1... Die weg of niet? Denk het niet, toch? Absoluut zeker weten niet. Lekker. Oké, wacht even. Wat een sweat, ouwe. Wat de heck? Wow, holy damn. Dat had ik echt niet verwacht hier. Wat de heck, jongen? Was het enige wat hij had? No way. Huh? Bro, was het de enige loot die hij had? Oh. Oh. Ik zat hem echt op te stressen, maat. Van, joh, hoe dan? Maar dit verklaart een hoop. Oké, we hebben in ieder geval nog 50 shield. Of tenminste, nu is het 48. Dat is in ieder geval prima. Kunnen we in ieder geval wel wat mee doen. Dat is mooi. Zo, dank u wel. Ik ben wel benieuwd wat jullie denken. Of het uitmaakt dat je veel geld zou spenderen op de game of niet. Want natuurlijk, er wordt altijd gezegd dat het niet zo is. Maar ik weet niet. Soms hoor je ook vaak mensen zeggen, ja, jij bent een streamer. Dus jij krijgt betere loot. En ik weet dat bij sommige games dat daadwerkelijk een ding is. Dan twijfel ik of het ook echt bij Fortnite zo is. Maar je weet dat niet. Je weet dat niet. Je gaat er alleen ook echt nooit, never nooit achterkomen. Ja, er zijn best wel wat enemies, non, you zeg. Ik dacht, het is al helemaal gekillt hier. Hier kan je toch wel, jullie kunnen elkaar toch wel even killen. Want dan ga ik deze guy proberen te killen. Ik weet niet wat hij aan het doen is hier.
aan het chillen. Zie je, wat doet hij allemaal? Zie je? Ik heb echt geen idee wat hij doet. Loopt hij helemaal weer om? Oh, wat? Ik schoot. Dat was... absoluut... niet de bedoeling! Uit een kroontje. Ah, oh, hij komt hierheen. Komt hij hierheen? Ja man, oké, okay, bewik even voor mij. Oké. Okay. Wacht. Nice. Ja, hoe gaan we dit doen? Oké. Okay. Wat? Nee! Ah, damn it, ouwe! Damn it, GG, ouwe! Wat? Hoe dan nu al? Ook al speelden we een potje van 5 minuten, ik denk dat ik wel kan zeggen dat het echt geen drol uitmaakt of je nou een account hebt van 10.000 euro of 100 euro. Want je komt uiteindelijk toch wel tegen dezelfde enemies. Maar ja, weet je, als je dan toch iets koopt, dan kan je net goed natuurlijk gewoon eventjes de support een keer de code... Maar dus in de achtershot was wel smooth, hoor. Was wel smooth. In ieder geval, dankjewel voor het kijken naar deze video. Laat even een blauw duimpje achter. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. En hopelijk zie ik je morgen weer bij een nieuwe video om 4:30 op mijn kanaal. Ciao.